Drie keer kwamen deze geblindeerde en gepantserde auto's de binnenkoer van het gerechtsgebouw op, telkens met enkele van de beschuldigden aan boord. Ze gingen geboeid en geblinddoekt het gebouw binnen, tussen twee agenten van de federale politie. Van iedereen die het gerechtsgebouw binnen wil, controleert de politie de identiteit. En ook aan de deur van de rechtszaal gelden scherpe veiligheidsmaatregelen. La police prend les mesures de sécurité les plus exceptionnelles possibles pour éviter qu'il y ait par exemple un attentat contre un accusé ou contre un témoin. Van de 12 beschuldigden komen er 2 niet opdagen. 1 is zwaar ziek, een ander is voortvluchtig. De bekendste is de 75-jarige Marcel Habrin, die als de leider van de bende wordt beschouwd. On va juger 8 assassinats devant cette cour d'assises. Marcel Habrin n'est concerné par aucun d'entre eux. Il n'est impliqué dans aucun de ces dossiers. Et donc ça fait partie aussi de la mise en scène, c'est de mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Et en mettant une étiquette sur la bouteille qui est l'étiquette Marcel Habrin, alors qu'il n'est pas concerné par 8 dixièmes de ce qui se dira ici. Er is maar 1 van de 12 beschuldigden die bekentenissen heeft afgelegd. Die man vreest hier voor zijn leven. Heeft verklaringen afgelegd tegen een aantal andere personen. Hij is enkel is natuurlijk een groot woord, maar vervolgd voor 2 moorden, in de welke hij zijn aandeel heeft bekend en ook het aandeel van de anderen. Wat natuurlijk in dergelijke zaken, in dergelijke milieus, natuurlijk niet in dank wordt afgenomen.